Hallo, welkom bij een nieuwe video van de sneeuwbalbelegster. In deze video ga ik jullie mijn plannen voor mijn portfolio voor de maand mei laten zien. Vanaf deze maand wil ik gaan beginnen met mijn nieuwe strategie, of beter gezegd, een toevoeging aan mijn huidige strategie. Ik ben van plan een aantal ETF's toe te voegen aan mijn portfolio. Waarom doe ik dat? Vanwege een aantal redenen. Mijn portfolio is erg gegroeid en de bedragen worden steeds serieuzer. Daarom wil ik wat minder risico gaan lopen en met een ETF breng ik een stuk meer spreiding aan in mijn portfolio. En de tweede reden is dat ik stabielere inkomsten wil uit mijn portfolio. Daarom heb ik deze maand gekozen voor de JP Morgan Global Equity Premium Income ETF. Deze ETF betaalt elke maand een dividend vanuit de dividendbetalers in hun portfolio. En daarnaast verkopen ze call-opties op indexen om het inkomen wat ze aan beleggers kunnen uitkeren hoger is. De historische dividend yield ligt tussen de 4,5 en bijna 8%. Willen jullie meer over deze ETF weten? Kijk dan even mijn video Alles over JGPI. In die video zei ik dat ik zou gaan voor de Deutsche Beurs, omdat ik dan de ETF in euro's kan kopen en me dat dus valuta wisselkosten bespaart. Maar een van mijn kijkers kwam met een terechte opmerking dat het dividend waarschijnlijk in dollars wordt uitgekeerd. Ik heb dat even nagevraagd bij een aantal mensen die deze ETF hebben en ze keren het dividend inderdaad in dollars uit. Nou heb ik daar even goed over nagedacht, wat dan handig is. En daarbij heb ik vooral nagedacht over de toekomst. Nu investeer ik zelf nog elke maand 500 euro, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ik voornamelijk mijn dividend herinvesteer. En ik denk dat dat een groter bedrag is dan wat ik zelf investeer. Nou, dan is het niet zo handig dat ik de JP Morgan ETF in euro's koop, want dan krijg ik het dividend in dollars uitgekeerd. En als ik dat dan wil herinvesteren, betaal ik valutawisselkosten. Want ik krijg het dividend in dollars en dat moet omgezet worden naar euro's en dat kost het dus elke keer 0,25%. Daarom ga ik er toch voor kiezen om de ETF op de London Stock Exchange te kopen in dollars. Dus dan ga ik voor ticker JEPG. Mijn portfolio bestaat op dit moment voor 21% uit Amerikaanse aandelen en voor 79% uit Nederlandse aandelen. Mijn ideale portfolio zou voor 25% uit losse Nederlandse aandelen bestaan, 25% uit losse Amerikaanse aandelen, voor 25% uit dollar ETF's. En daarmee bedoel ik een ETF die ik in dollars koop en in dollars dividend uitkeert, en voor 25% uit euro ETF's. Daarmee bedoel ik een ETF die ik in euro's koop en die in euro's uitkeert. Dan zou de verdeling tussen aandelen en ETF's 50-50% worden. En de verdeling tussen euro's en dollars ook 50-50%. Nou, hoe krijg ik dat ideale portfolio voor elkaar? Daar heb ik een plan voor gemaakt. Zoals jullie net zagen zit ik voor een te groot deel in Nederlandse aandelen. En dat deel wil ik meer in de ETF stoppen. Dus als mijn Nederlandse aandelen verkocht worden door middel van call-opties, koop ik daarvan een ETF tot mijn portfolio meer in balans is. En van mei tot en met oktober gaat mijn maandelijkse inleg naar ETF's. Voortaan wil ik dus mijn maandelijkse inleg op deze manier verdelen. Van mei tot en met oktober stop ik het in ETF's. En dan om en om de ene maand in dollar ETF's en de andere maand in euro ETF's. In november, december en januari koop ik er Amerikaanse aandelen van. En in februari, maart en april verkoop ik opties op Nederlandse aandelen. Dus mijn strategie op dit moment is, ik stort elke maand 500 euro en tot en met oktober ben ik van plan om daar mijn ETF's te kopen. En ik ben van plan die te kopen en vast te houden, dus buy and hold, zodat die ETF's mij hopelijk de rest van mijn leven een stabiel inkomen kunnen geven. Wanneer doe ik dat? De dinsdag na de expiratiedatum en dat is de derde vrijdag van de maand. Hoe herbeleg ik? Als ik mijn Amerikaanse aandelen met winst kan verkopen, koop ik met die vrijgekomen dollars Amerikaanse aandelen. Als mijn Nederlandse aandelen verkocht worden via call-opties, koop ik tijdelijk ETF's tot mijn portfolio de juiste balans heeft. Het eerste wat ik dinsdag van plan ben om te doen, is call-opties verkopen op mijn Nederlandse aandelen die ik al heb. Wat is een call-optie? Als je een call-optie verkoopt, ga je de plicht aan om aandelen te verkopen tegen een vooraf bepaalde koers, dat heet de uitoefenprijs, en een bepaalde datum. Die heet de expiratiedatum. Tegenover die plicht staat een beloning, dat heet de optiepremie. En één optie verkoop je over 100 aandelen. Ik kan over twee van mijn Nederlandse aandelen een call-optie verkopen. De eerste is Eurocommercial. Ik heb 100 aandelen daarvan met een gemiddelde aankoopkoers van 23,50 euro.
Ik kan één call-optie met uitrol van prijs €23,50 en expiratiedatum 21 juni verkopen. Daarvoor krijg ik 12 cent per aandeel. Keer 100 aandelen is €12. Min 75 cent transactiekosten voor de optie is €11,25 aan optiepremie. Staat Eurocommercial op 21 juni boven de €23,50, worden mijn aandelen verkocht voor €23,50. En staan ze onder de €23,50, blijven de aandelen van mij. En in beide gevallen blijft die €11,25 optiepremie voor mij. Het tweede aandeel waarover ik een call-optie kan verkopen is SBM Offshore. Ik heb 100 aandelen SBM Offshore met een gemiddelde aankoopkoers van €15,50. Ik kan één call-optie met uitrol van prijs €15,50 en expiratiedatum 21 juni verkopen. Daarvoor krijg ik 4 cent per aandeel. Keer 100 aandelen is €4. Min 75 cent transactiekosten voor de optie is €3,25 aan optiepremie. Staat SBM op 21 juni boven de €15,50, worden mijn aandelen verkocht voor €15,50. En staan ze onder de €15,50, blijven de aandelen van mij. En in beide gevallen blijft die €3,25 optiepremie voor mij. Ik ben dus van plan om de JP Morgan Global Equity Premium Income ETF te kopen. Die ga ik kopen, zoals ik net uitgelegd heb, op de London Stock Exchange in dollars. En dan moet ik hebben ticker JEPG. Mijn portfolio is nu waard €16.886,46. 25% daarvan wil ik in dollar ETF's. En ik heb twee interessante dollar ETF's op het oog. Dus per ETF wil ik er voor €2110,81 in zitten. Dus mijn plan is om dinsdag €2000 in de JP Morgan Global Equity Income ETF, ticker JEPG, te investeren. Verder ga ik jullie laten zien hoe ik putopties op Nederlandse aandelen verkoop. Wat is een putoptie? Als je een putoptie verkoopt, ga je de plicht aan om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde koers. Dat heet de uitoefenprijs en een bepaalde datum, dat heet de expiratiedatum. Als beloning ontvang je optiepremie en één optie staat voor 100 aandelen. Hoe bepaal ik welk aandeel ik kies? Ik heb een kalender gemaakt van alle Nederlandse aandelen en ik heb twee eisen. Ze moeten dividend betalen en ik moet er opties over kunnen verkopen. Op die kalender staat wanneer ze ex-dividend gaan. Ik verkoop de putoptie op 21 mei, die heb ik even rood gemaakt. Dan zou ik de aandelen geleverd kunnen krijgen op 21 juni, die heb ik geel gemaakt. En dan wil ik dus eigenlijk gaan voor een aandeel dat in de blauwe zone ex-dividend gaat. In de blauwe zone gaan de volgende twee bedrijven ex-dividend. Ik heb deze tabel gemaakt met wanneer het aandeel ex-dividend gaat, de huidige koers van het aandeel, de hoeveelheid dividend wat ze gaan betalen en het percentage dividend over de koers. Dus bijvoorbeeld JDE Peet's gaat op 8 juli ex-dividend. Ze betalen dan 35 cent dividend per aandeel. De koers van JDE Peet's is nu €22,06. Dus het percentage is dan 1,59%. Alle koersen zijn van vrijdagmiddag 17 mei. Het volgende wat ik doe is kijken over welke aandelen ik een putoptie kan verkopen. Als ik één putoptie verkoop, is er een kans dat ik de aandelen geleverd krijg en dan krijg ik er 100. Ik ga ongeveer €500 storten. Ik heb €212,42 aan dividend gekregen. Niet uitgeoefende opties waren er twee. Dus daarvan hou ik €2 uitoefenkosten over. Eén daarvan was mijn put OCI, waarvoor ik €2500 had gereserveerd, mocht ik de aandelen geleverd krijgen. Maar ik heb de aandelen niet gekregen, dus die €2500 is weer beschikbaar. Dan worden er nog aandelen verkocht via mijn call-opties. Mijn 100 aandelen Brunel worden verkocht en daarmee komt er €1000 beschikbaar. En mijn 600 aandelen KPN worden verkocht en daarmee komt er €2040 beschikbaar. Aan optiepremie verwacht ik €185,50 te krijgen. En er stond omgerekend nog €2,85 op mijn dollarrekening. Dus dan kom ik op een totaal van €6.442,77. €2000 daarvan stop ik in de JEPG. Blijft er nog over €4.442,77. Ik heb gekozen voor één optie Flow Traders. Flow Traders profiteert vooral als er veel gehandeld wordt op de beurs. Voornamelijk als de beurs erg daalt. Dan maakt dit bedrijf veel winst. Dus ik vind dit bedrijf wel handig om erbij te hebben als het wat minder op de beurs gaat. Ik hou voor mezelf een richtlijn aan dat ik ongeveer 5% aan optiepremie wil. Daarvoor zou ik dan kunnen verkopen één put met uitoefenprijs €20 en expiratiedatum 21 juni 2024. Daarvoor krijg ik 87 cent per aandeel. Keer 100 aandelen is €87.
min 75 cent transactiekosten, dan krijg ik een optiepremie €86,25. Staat Flow Traders op 21 juni boven de €20, dan worden de aandelen niet aan mij verkocht. Maar staat Flow Traders op 21 juni onder de €20, dan worden de aandelen wel aan mij verkocht voor €20. Ik heb dan €2000 beschikbaar geld nodig. En in beide gevallen mag ik de optiepremie van €86,25 houden. Dan blijft er nog over €2442,77. Dus ik heb ook gekozen voor één putoptie JDE Peets, bekend van Douwe Egberts. En het bedrijf heeft meer dan 50 toonaangevende wereldwijde regionale en lokale koffie- en theemerken. Een vrij veilig bedrijf. Betaalt al jaren hetzelfde bedrag aan dividend. Ik hou voor mezelf een richtlijn aan dat ik voor ongeveer 5% een optiepremie wil. Daarvoor zou ik dan kunnen verkopen 1 put met uitoefenprijs €22,50 en expiratiedatum 21 juni 2024. Daarvoor krijg ik 77 cent per aandeel, keer 100 aandelen is €77, min 75 cent transactiekosten. Dan krijg ik een optiepremie €76,25. Staat JDE Peets op 21 juni boven de €22,50, dan worden de aandelen niet aan mij verkocht. Maar staat JDE Peets op 21 juni onder de €22,50, dan worden de aandelen wel aan mij verkocht voor €22,50. Ik heb dan €2250 beschikbaar geld nodig. In beide gevallen mag ik de optiepremie van €76,25 houden. Dan blijft er nog ongeveer €192 over en helaas staat er in mijn tabel geen aandeel onder de €1,92. Dus ik ben even verder gaan kijken in de kalender. En dan kom ik eigenlijk net als vorige maand maar weer één aandeel tegen en dat is PostNL. Ik heb natuurlijk al PostNL. Het aandeel staat op dit moment op het laagste punt in 3 jaar en ze hebben op de huidige koers een dividend yield van meer dan 7%. Dus met mijn €192 die ik over heb en €70 extra storting durf ik het risico wel aan. Ik houd voor mezelf een richtlijn aan dat ik ongeveer 5% een optiepremie wil. Daarvoor zou ik dan kunnen verkopen 2 putopties met uitoefenprijs €1,30 en expiratiedatum 21 juni 2024. Daarvoor krijg ik 5 cent per aandeel, keer 200 aandelen is €10. Min €1,50 transactiekosten, dan heb ik aan optiepremie gekregen €8,50. Staat PostNL op 21 juni boven de €1,30, dan worden de aandelen niet aan mij verkocht. Maar staat PostNL op 21 juni onder de €1,30, dan worden de aandelen wel aan mij verkocht voor €1,30. Ik heb €260 beschikbaar geld nodig. In beide gevallen mag ik de optiepremie van €8,50 houden. Het volgende wat ik ga doen is kijken welke van mijn Amerikaanse aandelen op winst staan. Dat zijn er 2 deze maand. De eerste is Arbor Realty Trust. Die heb ik gekocht op een gemiddelde aankoopkoers van $13.03. Ik heb 107 aandelen. De koers is nu $13.83. Dus daarmee heb ik $85,60 winst. Maar daar gaat nog wel €4 transactiekosten vanaf. Het tweede aandeel wat op winst staat is Omega Healthcare Investors. Die heb ik gekocht op een gemiddelde aankoopkoers van $30.55. Ik heb 46 aandelen. Koers is nu $30.68, dus daarmee heb ik een kleine winst van $5.98. En ook daar gaan nog wel €4 transactiekosten vanaf. Daarvan ga ik nieuwe Amerikaanse dividendaandelen kopen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een aandeel wat in de rood gemarkeerde zone ex-dividend gaat. En ik heb 2 mooie gevonden. De eerste is geworden EPR Properties, ticker EPR. Ze gaan 31 mei ex-dividend. Ze betalen dan 29 cent aan dividend. Op de huidige koers van $42,80 is de jaarlijkse yield 7,99%. EPR is een REIT. Ze zitten in de entertainment sector. Ze hebben bijvoorbeeld bioscoop in hun portfolio. Het fijne aan EPR is dat het de maandelijkse dividendbetaler is. De tweede is geworden Altria, ticker MO. Ze hebben het nog niet bekendgemaakt, maar op basis van data uit het verleden gaan ze rond 14 juni ex-dividend. Ze betalen dan 98 cent aan dividend. Op de huidige koers van $45,95 is de jaarlijkse yield 8,53%. Altria heb ik eerder in mijn portfolio gehad. Ze hebben bedrijven die actief zijn in de tabaksindustrie en het is een dividend king. Dan heb ik hier nog even een samenvatting van wat ik allemaal ga doen dinsdag. Aan dividend verwacht ik te krijgen €212,42. Op 26 april heb ik van mijn 600 aandelen KPN ontvangen €49,98.
Op 2 mei heb ik van mijn 216 aandelen Medical Properties Trust ontvangen $32,40, omgerekend naar euro's. En dividendbelasting eraf getrokken blijft er €25,68 over. Op 7 mei heb ik van mijn 27 aandelen Universal ontvangen $21,60. Omgerekend naar euro's en de dividendbelasting eraf getrokken blijft er over €17,06. Op 13 mei heb ik van mijn 1200 aandelen PostNL ontvangen €30,60. Op 13 mei heb ik ook van mijn 100 aandelen SBM Offshore ontvangen $83. SBM staat genoteerd aan de Amsterdamse beurs met dividend keren ze uit in dollars en de Giro heeft dat omgerekend naar euro's. En met de dividendbelasting eraf getrokken blijft er over €65,03. En tot slot op 16 mei heb ik van mijn 46 aandelen Omega ontvangen $30,82. Omgerekend naar euro's en de dividendbelasting eraf getrokken blijft er over €24,07. Dus totaal heb ik €212,42 aan dividend ontvangen. Ik verwacht €185,50 aan optiepremie te ontvangen. Dit is het overzicht van alle opties. Ik wil dus verkopen 1 call-optie Euro Commercial en 1 call-optie SBM Offshore, 1 put-optie Float Traders, 1 put-optie JDE Peets en 2 put-opties PostNL. Beschikbaar geld is €5.544,85. Niet uitgeoefende opties waren er 2, dus daarvan hou ik €2 uitoefenkosten over. 1 daarvan was mijn put OCI, waarvoor ik €2.500 had gereserveerd, mocht ik de aandelen geleverd krijgen. Maar ik heb de aandelen niet gekregen, dus die €2.500 is weer beschikbaar. Dan worden er nog aandelen verkocht vandaag via mijn call-opties. Mijn 100 aandelen Brunel worden verkocht en daarmee komt €1.000 beschikbaar. En mijn 600 aandelen KPN worden verkocht en daarmee komt er €2.040 beschikbaar. En er stond omgerekend nog €2,85 op mijn dollarrekening. Dus dan kom ik op een totaal van €5.544,85. Ik moet zelf nog storten €584,23. Als de put-optie van Float Traders wordt uitgeoefend, heb ik €2.000 nodig. Voor JDE Peets €2.250 en voor PostNL €260. Ik wil €2.000 in de JEPG ETF investeren. Voor de uitoefenkosten van de openstaande opties heb ik eventueel €6 nodig. Aan transactiekosten ben ik €11 kwijt. Dat waren alle rode bedragen. Beschikbaar geld is €5.544,85. Aan optiepremie verwacht ik €185,50. En aan dividend heb ik gekregen €212,42. En dan moet ik dus nog storten €584,23. Dat is bij elkaar €6.527. Dat ga ik dus gebruiken voor de aankoop van JEPG. En ik hou het gereserveerd mocht ik de aandelen Float Traders, JDE Peets en PostNL geleverd krijgen. Aan cash hou ik gereserveerd €6. Dat zijn dus de 6 opties die openstaan. Mochten ze allemaal uitgeoefend worden, betaal ik per optie €1 uitoefenkosten. Ik heb €11 aan transactiekosten. €2 voor de verkoop van Arbor Realty Trust. €2 voor de verkoop van Omega Healthcare Investors. €2 voor de aankoop van Altria. €2 voor de aankoop van EPO Properties. En €3 voor de aankoop van JEPG. Dat is dus samen ook €6.527. En dan was dit de samenvatting wat ik met de euro's ga doen. Dan gaan we naar de dollarkant. Als ik Amerikaanse aandelen verkoop en daarna weer koop, zijn dat dollars. Maar omdat de Giro alles in euro's weergeeft, gebruik ik in deze samenvatting euro's. Beschikbaar geld is €2.666,07. Als ik Arbor Realty Trust verkoop, krijg ik €1.364,39. En van de verkoop van Omega €1.301,68. Dat wil ik verdelen over EPR Properties en Altria. Ik wil in beide bedrijven ongeveer 50% stoppen. Dus daarvan wil ik 33 aandelen EPR Properties, ticker EPR, kopen. En 32 aandelen Altria, ticker MO, kopen. En dan hou ik nog over €7,11 aan dollars. Even een disclaimer, deze video is gebaseerd op hoe de koersen vandaag staan. Het zou kunnen dat dinsdag, als ik mijn plannen uitvoer, weer helemaal anders staat en dan veranderen mijn plannen ook. Dan waren dit mijn plannen voor mijn aandelenportfolio voor de maand mei. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Ik ga dinsdag 21 mei deze plannen uitvoeren. Daar ga ik ook weer een video over maken en plaatsen.
Morgen ga ik een update video maken en plaatsen over mijn portfolio. En ik ben erg benieuwd wat jullie plannen zijn en wat jullie van mijn plannen en mijn nieuwe strategie vinden. Laat me dat vooral even weten in de reacties. Vinden jullie het nou leuk om mijn reis naar meer vermogen en extra inkomen te volgen? Abonneer dan even op mijn kanaal en klik op het belletje, zodat je geen video hoeft te missen. Tot de volgende keer. Dag!